Goedenavond. Wat nu gebeurt in de Vlaamse politiek, dat is op zijn Frans gezegd du jamais vu. Daar moeten we onze wedstrijdwizard Ivan de Vadder bij halen. Vandaag bracht niet alleen stikstof, gelukkig maar er stroomde warmte uit de radio. We vatten People Help the People samen in enkele pakkende momenten. We gaan ook nog naar de Universiteit Antwerpen, naar de toiletten nog wel, want daar ligt nu gratis maandverband. En een van de lekkerste chocolades ziet er binnenkort een beetje anders uit. Dat allemaal in Laat. Welkom. Goedenavond. Verstrikt in het stikstofdossier. Dat zou een mooie strip kunnen zijn als het niet zo triestig was. Voor de politiek, voor de landbouwers en voor Vlaanderen toekoer waarschijnlijk. Want de chaos in de Vlaamse regering die is nu echt totaal. Gisteravond draaide een zoveelste onderhandeling op niets uit. Een ultieme onderhandeling nochtans, maar alweer geen akkoord over de manier waarop stikstof in Vlaanderen aangepakt moet worden. Een conceptnota, dat wel, goedgekeurd door N-VA en min of meer ook door Open VLD, maar in elk geval niet door CD&V. Die partij wil ondanks alles nog voortpraten. Wij willen altijd verder blijven praten om tot een akkoord te komen. We hebben het ook altijd vanaf dag één gezegd. Ik denk dat dat belangrijk is voor Vlaanderen. Maar dat perspectief voor onze jonge landbouwers, voor die landbouwsector, dat is belangrijk. En we mogen vandaag geen keuzes maken die we ons binnen 10, binnen 15, binnen 20 jaar gaan beklagen. Ja, wij stellen wel vandaag vast dat zij de nota waarop wij gisteren ons akkoord niet hebben gegeven, dat zij die hebben ingediend in het parlement en dat er morgen een debat over zal zijn in het parlement. Ja, een akkoord is er niet. Een nota is er dan wel. Ivan de Vadder, geen kat die haar jongen nog terugvindt, dan halen we jou er altijd bij. Want het gaat een beetje over de stikstofnota waar wel een meerderheid voor is, maar geen consensus. Leg dat eens uit. Ja, en ik ga om te beginnen het nog ingewikkelder maken. Oei. Want morgen wordt niet eens over die nota gedebatteerd. Morgen gaat het debat over de toestand in de Vlaamse regering. Dus dat om te beginnen. Ja? Zondagavond heeft dus de Vlaamse regering inderdaad een conceptnota goedgekeurd. Normaal gezien gebeurt dat in de Vlaamse regering met consensus. Dat wil zeggen dat iedereen unaniem akkoord moet gaan. Mm-hmm. Dat is niet gelukt. CD&V keurt die nota niet mee goed. En dus heeft de Vlaamse regering nu die conceptnota naar het parlement verstuurd om later te behandelen, met een meerderheid goedgekeurd. En nu is de hele discussie, wat is er eigenlijk aan de hand? Mag dit eigenlijk wel? Mag de Vlaamse regering niet met consensus, maar met een meerderheid iets goedkeuren? Of kan dat niet en moet er gewacht worden op die consensus? Wat dus betekent dat er opnieuw gesproken moet worden met CD&V om die consensus te bereiken. Dat is nu de hele discussie. En morgen zal er in het parlement daarover gedebatteerd worden, over die toestand. Ja, gaan we dadelijk verder bespreken. Maar je zegt, er wordt nu over gesproken. Kan dat niet? Want dit is nog nooit gebeurd. Hè? Dit is nog nooit gebeurd. Het is eigenlijk relatief ingewikkeld, omdat op het moment dat de deelstaatregeringen ontwikkeld zijn als idee, dat men in een periode zat waarin regeringen, federale toen was de enige, heel makkelijk viel op korte termijn. En toen heeft men gezegd, laten we een heel stabiel systeem zoeken. En dat heet dus de legislatuurparlementen. Dat wil zeggen dat vervroegde verkiezingen onmogelijk zijn. Een regering kan niet vallen op met één voorwaarde wel, tenzij er een constructieve motie van wantrouwen is. Dat wil zeggen dat er vanuit het parlement eigenlijk een nieuwe meerderheid wordt voorgesteld en dat er ook meteen namen worden gesuggereerd van ministers die die kunnen vervangen. Ja, en dat vertel je nu allemaal mooi, maar ook dat is nog nooit gebeurd, hè? Dat is nog nooit gebeurd in Vlaanderen. Dat is in Wallonië ooit gebeurd in 2017. Daar hebben ze dat wel gedaan. Mm-hmm. Maar zolang dat niet gebeurt, kan de N-VA ook de CD&V niet uit de regering zetten en kan de CD&V niet uit die regering stappen. Dus kom je eigenlijk tot het idee van, ja, dit is volledig geblokkeerd. Er is geen alternatief, tenzij er vanuit dat parlement die constructieve motie van wantrouwen wordt ingediend. Maar die heeft een meerderheid nodig. En dat is niet zo evident. Daar zijn verschillende partijen voor nodig. We zitten niet zo ver van de verkiezingen. Partijen gaan dat niet zo makkelijk doen. Kortom, dat is niet erg realistisch. En dus kom je tot de vaststelling, het zit muurvast.
De ene kan er niet uit geduwd worden, de andere wil er niet uit geduwd worden. Ja, maar je hebt het over de ene de andere. Juist. Concreet CD&V en N-VA. Maar er is ook nog Open VLD. Waar zitten die nu? Open VLD zat zondagavond, laten we maar zeggen, in ieders geest aan de zijde van de N-VA. Had namelijk met die meerderheid die nota goedgekeurd. Ja. Behoort dus tot die meerderheid. Maar vanmiddag heeft de Open VLD laten weten... Ja, maar het is wel niet de bedoeling dat die nota gebruikt wordt in een debat om de andere partij eruit te duwen. Wij vinden de inhoud van die nota wel degelijk goed. Daar staan we achter. Maar we vinden niet dat dat een instrument is dat gebruikt mag worden om een van de regeringspartijen eruit te duwen. En dus voel je een soort blokkage die ertoe gaat leiden dat iedereen toch opnieuw bij elkaar gaat moeten komen. Ik vergelijk het een beetje met... Men zit in een tunnelvisie van de onderhandelingen. Men is eigenlijk niet meer bezig, of heel weinig nog, met stikstof. En juist, men is ook niet echt bezig met hoe mensen hier naar kijken. Men is op zoek naar een oplossing vanuit de ene duw, vanuit de ander. Nee, wij blijven zitten. Dus je zit eigenlijk in een tunnelvisie. En ik denk dat het tijd wordt dat de partijen echt uit die tunnelvisie uitstappen. Opnieuw naar zowel stikstof als naar de bevolking kijken. En ja, tot een akkoord komen. Want in mijn ogen is er eigenlijk geen alternatief. Ja, maar op dit moment wordt er niet gepraat. Eerstvolgende stap is dat Actua-debat morgen om 2:00 in het Vlaams parlement. Wat verwacht je daar? Een constitutioneel imbroglio. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel discussie over mag die tekst worden ingediend? Ja. Is die tekst rechtsgeldig? Mag het met een meerderheid gebeuren? Nee. Kan er via een motie, een gewone motie van... Nee. Kan er dus een constante... weer niet over de tekst zelf eigenlijk. Juist. We gaan het heel... En waarschijnlijk ook een politiek spel waarbij de oppositie gaat proberen om die wig die er nu ontstaan is nog verder uit elkaar te duwen. En de meerderheid die noodgedwongen gaat proberen om dat toch niet zo ver te laten komen dat de regering onhandelbaar is geworden. En dat wordt dus echt wel dansen op een slappe koord. Ja, en gaat de dans slagen? Komen we eruit op een of andere manier? Ik denk dat ze geen alternatief hebben, dat ze echt geen andere mogelijkheid hebben. Ik bedoel niet morgen, ik bedoel ook niet overmorgen, maar ik vermoed dat er op middellange termijn echt geen andere mogelijkheid is dan terug aan de tafel met elkaar en proberen tot een vergelijk te komen. Vergeet ook niet dat de situatie, de stikstofsituatie, echt wel nijpend aan het worden is. Er is de mogelijkheid, stel dat een rechter ingrijpt, tot een arrest en tot een stop, een vergunningstop. Wat dus betekent geen bouwwerken meer, geen vergunningen voor boeren meer, geen snelheid op autosnelwegen. Dus dat we naar de situatie in Nederland gaan. En als dat gebeurt, komt de druk op die Vlaamse regering als vanzelf. We weten alleen niet wanneer het dossier zo snel gaat evolueren dat die druk ook vanuit dat aspect naar voren komt. Hoe heet jouw nieuwste boek ook weer? Ja, wanhoop in de wedstrijd. Ik weet het. Het toont geen mooi beeld van politiek. Ik denk dat heel veel mensen appreciëren dat politieke partijen van mening verschillen. Maar voorop staat altijd, je moet samenwerken om tot oplossingen te komen. Zelfs ondanks de ideologische verschillen die er zijn. Dat hoor ik heel vaak bij mensen, dat men dat wel apprecieert wanneer dat gebeurt. En we zijn verder dan ooit van die houding op dit moment. Dat is duidelijk. Ivan, dank je wel. De vleugels zijn zo breed als het pad. Dus, Wat hebt u toen gedaan? Gezwaaid. En dan gaat hij wel weer omhoog. Dus hij doet niks. Het is echt wel een absolute minderheid bij wie dat gedrag zich voordoet. Maar het is altijd hetzelfde patroon, broeden langs een wandelpad. En daar gebeurt dat heel anders. Naast de restauratie van de gevels is ook het vervangen van 700 vensters. Van enkele beglazing tot dubbele beglazing. En daarachter is een doelstelling van het verminderen van de energieverbruik van het Koninklijk Paleis. Get up from the bottom.
Ja, beter kon de muziek niet gekozen worden, denk ik. Maandverband en tampons. Laten we het daar dan maar eens over hebben. Want waarom? Je vraagt het je af, maar er hangt rond menstruatie nog altijd veel schaamte. Maar er is nog iets anders ook. Volgens Caritas heeft 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen te maken met menstruatiearmoede. Betekent concreet dat ze te weinig geld hebben om voor die periode van de maand de juiste producten te kopen. En dat remt hen in hun kansen, want ze blijven sneller weg van werk en ook van schoolbanken. Nu, de Universiteit Antwerpen die voorziet als eerste in Vlaanderen gratis maandverband en tampons voor studenten en medewerkers. Zo. Hier is de dispenser te vinden. Het is de bedoeling dat sowieso in elk toilet van elke campus, zowel toiletten waar personeelsleden komen als wel het waar studenten komen, dat er menstruatieproducten te vinden zijn. Keigoed. Keigoed initiatief. Ja, we zijn super blij daarmee. Het is goed voor, denk ik, mensen of meisjes die minder geld hebben en weten dat dat hier wel gewoon ter beschikking wordt gesteld. Dat was ook het eerste dat wij zagen op het toilet van oh, hier liggen tampons en maandverband en zo. We waren er wel blij mee. Ik heb er zelf ook al gebruik van gemaakt, dus ik vind het wel echt een goed initiatief. Maar hebben jullie dat ook wel effectief gemerkt op de universiteit zelf, dat er studenten niet naar de lessen kwamen vanwege hun menstruatie? We hebben een pilootproject gevoerd waarbij dat er dus in een aantal toiletten wel al mandjes te vinden waren met menstruatieproducten. En daar hebben we ook een kleine enquête aan vastgepind. En daaruit bleek wel dat er 5% van die respondenten aangaf dat ze zelf niet de financiële middelen toe hebben om die aan te kopen. Dus we weten wel, en daar verschoten we ook wel deels van, dat die problematiek ook hier aan de universiteit leeft. Ik heb een paar vriendinnen die op kot zitten en alles is heel duur. En ja, als je dan nog maandverband moet kopen voor 5, 6 euro of tampons en dergelijke, dan snap ik dat dat soms eens te veel wordt. In totaal zijn we met 21.500 studenten. Ah ja. En daarvan hoeveel vrouwen? Iets meer dan de helft. Is dit project eigenlijk een grote investering voor de universiteit zelf? Er is al zeker 1 bestelling geplaatst van 12.000 euro aan menstruatieproducten. Daar zijn dan nog die dispensers en de huur ervan niet bijgerekend. Ook het poetspersoneel dat die dispensers aanvult enzovoort. Dat is wel een groot bedrag. Ja, en dat gaan we zeker 3 keer op een jaar doen. In deze wc geen dispenser, maar een mandje. Klopt. Dus in de kleinere toiletten voorzien we een mandje. Dat dan ook gewoon dagelijks wordt aangevuld indien nodig. Nu moet ik wel bekennen, het is wel aanlokkelijk om gewoon iets mee te nemen dat hier staat in plaats van het mee te brengen van huis. Zien jullie dat dan als misbruik? Nee, wij zien dat niet als misbruik. We vinden dat menstruatiemateriaal effectief een basisbehoefte is, net zoals andere productpapieren. Zoals wc-papier ja, zoals bijvoorbeeld. Papieren, handdoekjes of wc-papier. Ja. Natuurlijk is het wel de bedoeling om het echt te gebruiken als je zelf niets bij de hand hebt of als je het financieel moeilijk hebt om het aan te kopen. Ik vind dat persoonlijk super gemakkelijk, ook als je het zelf ooit je regels hebt en niks bij hebt. Mm-hmm. Is dat een manier om gewoon hier in de bibliotheek te blijven? Je hoeft niet naar je kot te gaan. En ik denk dat dat ook heel fijn is, inderdaad, voor praktische redenen, maar ook om psychologisch, dat vrouwen zich meer geapprecieerd en op hun gemak gaan voelen. Hoe staan jullie daar als mannelijke student tegenover? Ik weet niet. Ik heb er nog niet echt van gebruik van gemaakt. Dus het is ook niet van gehoord. Ik heb er ook niet van gehoord. Dat ding was hier. Hopen jullie hiermee ook een bepaald signaal naar de maatschappij te geven? Dat het ook op andere plaatsen allemaal gratis wordt? Wij hebben die stap nu gezet en we hopen inderdaad dat andere instanties zeker ons volgen. Ja, ik vind dat wel een mooi gebaar naar de vrouwen toe. En ja, ik vind dat wel goed dat de universiteit dat doet voor ons. Benieuwd of er anderen volgen. Als de nood het hoogst is, dan zijn alle mediagrenzen weg. En zo hielden radiostations uit alle verschillende mediastallen vandaag samen een actiedag om de slachtoffers van de aardbevingen te steunen. Niet toevallig nu, het is exact een maand geleden dat de aarde schokte daar in dat grensgebied tussen Syrië en Turkije. Er is veel hulp nodig. De 7 organisaties die in het consortium 1212 zitten, hebben daarvoor ook veel geld nodig. En dat werd dus vandaag bijeengehaald
met vooral verzoekplaten. People help the people. Een hele dag verzoekplaten voor Syrië-Turkije 12-12 op 12 radiozenders. We gaan met z'n allen proberen tenminste om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Hele straffe verhalen en getuigenissen gehoord ook. En dat allemaal ten voordele van de aardbeving in Turkije en Syrië. En Lore de Savet, Herk de Stad, stuurde M&M Spatie. Porselein, Like Me Cast, naar 12,12, 1 euro kostte dat. Of je kan ook kiezen wie er op de studiotafel moet dansen. Door een sms te sturen. Ja, dansen op tafel, dat kan dan ook. Fatma Taspinar, welkom. Je hebt heel veel radiostudio's gezien vandaag als ambassadeur van de actie, mag ik het noemen, denk ik. Welkom in deze tv-studio. Een beetje thuiskomen voor jou, denk ik. Verzoekplaten, 1 euro per stuk. Dat is heel mooi. Dat is ook leuk om naar te luisteren, hebben we allemaal vastgesteld vandaag. Maar er is heel veel hulp nodig. Hè? Gaat dat helpen? Wel ja, en er mocht ook al eens een dansje geplaceerd worden. Ik krijg die vraag... heel vaak, eerlijk gezegd, hè, waarom radiostations, waarom geen tv-show, waarom verzoekplaten? Eran Demirci, die benefietconcerten doet met optredens van comedians, die kreeg de vraag waarom comedy, waarom wordt er gelachen? Maar natuurlijk draait het daar niet om, hè, Goedele. Het gaat over ja, die verzoekplaten, maar het is eigenlijk een manier om symbolisch ook aandacht te vragen. In de eerste plaats is het natuurlijk de bedoeling om geld in te zamelen. Maar natuurlijk was het ook een bedoeling om aandacht te vragen voor die slachtoffers. We horen nu al een maand, want het is exact een maand geleden, die cijfers, heel abstracte cijfers intussen. 50.000 doden in Syrië en in Turkije. Miljoenen mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn getroffen. Al die dakloze mensen, infrastructuur dat is ingestort. En er treedt een soort van gewenning op. Voor mij persoonlijk, ik heb die beelden in het begin heel vaak gezien en dan kom je op een punt van verzadiging en dan stop je ook met kijken omdat het te veel pijn doet. Ja, en dan verslapt die aandacht toch ook wel wat. De verslaggeving, die aandacht gaat een beetje minder, die camera's stoppen stilaan met draaien. Dus het is denk ik wel heel belangrijk dat er een dag wordt georganiseerd, zoals vandaag, op 12 Vlaamse radiozenders en nog een pak meer in Wallonië ook, dat er heel veel uren radio is gemaakt om dat heel concreet te maken, die abstracte cijfers die ik net zei. Ja. Om die slachtoffers heel concrete verhalen brengen, is dat dan ook goed gelukt van mij? Wel, ik ga heel eerlijk zijn, ik heb geen 120 uur radio gehoord. Ik ga het nog wel inhalen. Maar eerlijk gezegd, ik heb wel het gevoel dat er heel veel getuigenissen aan bod zijn kunnen komen. Zeker op VRT, de 5 radiozenders, heb ik een heel pak gehoord. En eigenlijk heeft het voor mij vandaag een heel concreet gezicht gekregen, die slachtoffers. Bijvoorbeeld, wat mij is opgevallen, dat waren 2 zussen. Die waren bij Studio Brussel op een bepaald moment, Aisha en Leila. Die zijn in totaal, Goedele, meer dan 50 familieleden verloren. Uit één familie? Uit één familie. Die woonden nu toevallig in dat gebied natuurlijk. En dan was er in één klap een heel gezin dat werd weggerukt. Die worden wakker die nacht, van zondag op maandag, exact 1 maand geleden. Die zien dat hun WhatsApp-groep ontploft. Ja, je kent dat wel. Je voelt, er is hier iets gebeurd. Dat is slecht nieuws. Zij ontdekken geleidelijk aan wat er is gebeurd. En dan vraagt iemand, wie leeft er hier allemaal nog in deze WhatsApp-groep? Dat is een beklijvend moment dat zij beschrijven. En dat is bij mij toch wel heel hard binnengekomen. Aisha die is dan op een bepaald moment zelf naar daar gegaan om eigenlijk al die familieleden van onder dat puin te gaan zoeken. Om hen een graf te geven, om hen te kunnen begraven. En op het einde, want het ging ook om verzoekplaten, heeft zij het nummer, een nummer van Aerosmith, van I Don't Wanna Miss a Thing, gevraagd voor die mensen die die nacht samen of alleen zijn gestorven. Laten we eens kijken. Indrukwekkend, ja. Voor iedereen die samen was op de nacht van 5 op 6 februari. Voor iedereen die niet meer samen kan zijn. Alle koppels. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, vrienden. We gaan het voor hen allemaal doen. Aisha, Leila, dank je wel om naar hier te komen. Er was ook
een Syrisch gezin, want in Syrië zijn er ook heel veel slachtoffers gevallen. Een Syrisch gezin dat 7 familieleden is verloren in Syrië. Mensen die eigenlijk al het slachtoffer waren van een oorlog, die nu in tractoren in hun auto moeten slapen. En dit Syrisch meisje heeft me toch ook wel heel erg gepakt, want zij heeft ook een actie gedaan voor die mensen daar. Ik ga vandaag in mijn klas een presentatie geven over Syrië. Want wij willen helpen. Dus we hebben een artikel gemaakt met Mo. En daar kan je ook geld doneren. En die geld gaat dan naar tenten, eten en dekens. Ja, het waren alle radiozenders. We hebben er nu al 2 gezien. Nog meer van die straffe, beklijvende, plakkende momenten? Ja, wat we nu gaan zien is een beetje luguber, maar heel straf verhaal van een jonge gast van 27, Mehmet Ali. Die is op een bepaald moment heeft hij beslist, ik ga daar gewoon naartoe, naar Turkije, naar dat getroffen gebied, en ik ga gewoon meehelpen. En dat mocht ook, maar je moet eens kijken Goedele, wat hij dan uiteindelijk heeft moeten doen daar. Wat ik als eerst mocht doen, was het dragen van de lijkzakken alleen. En daarna mocht ik mee helpen zoeken en de lichamen in de lijkzakken steken. En op het laatste, wat de zwaarste taak was, was het lijkzak open doen, zodat de nabestaanden de lichamen konden identificeren. Als we de kinderen uit de puinhoop haalden, ja, de reacties van de ouders. Ja, als je te horen krijgt, als er iemand roept van ah, dat is mijn dochter of dat is mijn zoontje, ja, dan stort je wereld eenmaal in eigenlijk. Dat is, ik kan dat niet beschrijven. Het is niet te vatten, hè, dat een jonge gast zich met zulke dingen moet bezighouden. Dat was pakkende radio, kunnen we zeker zeggen. Die actiedag die is nu voorbij. People help the people. Maar de nood natuurlijk niet, hè. Nee. Wat daar dan vandaag is ingezameld, dat wordt morgen pas bekendgemaakt. Maar belangrijk om te weten is, Goedele, dat het hier niet stopt. Hè. Voor die mensen begint er een jarenlange marathon. Die zal heel lang en zwaar zijn. Basishulp, heropbouw, maar ook ja, die trauma's verwerken. Hè. Daar is ook nog heel veel hulp bij nodig. En het consortium 1212 ja, benadrukt toch ook, na vandaag is het niet afgelopen. Integendeel, hè, ook niet voor die mensen. Dus ook niet om geld te blijven doneren op het intussen gekende rekeningnummer, denk ik. Oké. Het verschijnt nu in beeld. Ik denk dat het heel welkom is. Dank je wel, Fatma, om ons door die straffe dag te loodsen. Hè. Hij steekt hem maar. Haalt hem van de lijn. Ongelooflijk. Toby Alderweireld. Toby, Toby. Ik voel vlinders in mijn buik. Het is alsof ik in... Nu heb ik lang met mijn familie gesproken, met mijn gezin gesproken. En ik voelde dat het tijd is om te stoppen. Om iets meer tijd aan hun terug te geven. Petersen met veel op een rij. Ik denk Petersen. Ja, jawel, Petersen voor Kooi. Ja, it's nice to start the season well. And Paris-Nice is it's a really nice race. So of course it's nice to get a win. Inderdaad, vandaag het plan om die tijd te gebruiken om kaart te hebben voor de rest van de week. En ja, dat is denk ik goed gelukt. Ja, wij fietsen naar een raadseltje. Want als ik zeg, het is driehoekig, het blijft wel eens tussen de tanden plakken en het is op en top Zwitsers.
dan is de kans heel groot dat dit uw antwoord is. Toblerone. En dat is ook helemaal goed. De iconische chocoladereep die voorlopig nog gemaakt wordt in Zwitserland. Voorlopig, zeg ik, want dat gaat veranderen. Het Amerikaanse moederbedrijf Mondelez verhuist een deel van de productie van Bern in Zwitserland naar Bratislava in Slowakije. Dat zou nodig zijn om te zorgen dat Toblerone kan blijven groeien. Maar de Zwitserse wetten die zijn heel streng. En die verhuizing, zelfs al is ze gedeeltelijk, die betekent dat Toblerone zijn verpakking moet aanpassen. De Of Switzerland, die hier onderaan staat, die moet verdwijnen. Maar ook de afbeelding van de Matterhorn mag niet meer. En dat geeft in de Zwitserse straten toch wel een kleine schok. Ça changera pas ma consommation, mais il y aura une petite tristesse que le servin soit plus là. Effectivement, moi je trouve ça dommage parce que c'est quand même le symbole de la marque Toblerone. Les petits triangles, on se dit que ça ressemble quand même vachement à la montagne, et puis maintenant bah, ça perd un peu tout son sens. Ja, Matterhorn weg dus. En Mondelez zet een lukrake bergtop in de plaats. Het onderschrift dat wordt established in Zwitserland. In die bergtop daar zat trouwens een beer verscholen. Uit de vlag komt die gewandeld van het kanton Bern. En die beer die mag wel blijven. Of de veranderingen de verkoop zullen beïnvloeden, nog geen idee. Er worden vele miljoenen van die repen Toblerone per jaar verkocht in elk geval. Het is goed voor een omzet van $400 miljoen elk jaar. En het is een product ook met een hele lange traditie. In 1908 al bedacht door twee Zwitsers, Emil Bauman en Theodor Tobler. En zijn familienaam, opgeteld met het woord Torrone, wat Italiaans is voor nougat, dat geeft die merknaam Toblerone, de reep van melkchocolade, nougat, amandel en honing. Nu, op onze redactie was ongeveer iedereen gek op Toblerone, alleen eet het zo lastig. Nu, in onze research ontdekten we dat daar eigenlijk een simpele oplossing voor is. Instead of pulling away, what you want to do, grab the Toblerone bar from the next triangle. You want to push into the Toblerone bar. And you're going to get a nice clean break. Look at that. Perfect break. Ja, en zo kan ik deze uitzending ook perfect afbreken met een warme dankjewel voor het kijken. En een afspraak voor morgenavond ook voor een nieuwe laat. Tot dan.